Goedemiddag allemaal. Voor mij is het een uurtje of twee, of drie. En ik maak een lange wandeling met die kleine. Kilometer of acht. En het is nog steeds koud. Ik had verwacht dat het warmer was. Het stond 10 graden uit de wind. Op de buitenthermometer. Maar het windje is venijnig. Ik heb uiteraard weer geen handschoenen aan. Ook geen sjaal om mijn nek. Het is een beetje vooruitstrevend geweest. Een beetje te enthousiast, maar dat geeft niet. Even lekker wandelen. We zijn bij ons twee avonden geleden, links gespot. Bij ons in de buurt van onze kruising in het bos. Ik heb zelf met een zaklantaarn in twee grote ogen geschenen. Die wel knipperden, maar mij strak bleven aankijken. Ik heb geen idee of dat een vos was of een lynx. Het was een groot dier. Maar niet zo hoog als een hert of een eland. Ja, binnenkort gaan de lammetjes van de buren naar buiten. 55 stuks. En die linksen lusten dat wel natuurlijk. Dus we gaan kijken of we deze zomer last krijgen van links aanvallen. Ik hoop het niet natuurlijk. We gaan zo even dieper het bos in. Zie jullie straks. Kom, Moffie. Indy. Grote kind, hè. We lopen nu in de richting van Huusnes. Een heel klein dalletje met een paar huisjes. Erg mooi. Dat geluid kennen we. Lekker, lieverd. Lekker, hè. Nog even, is dat helemaal weg, joh. Geniet er nog maar even van. Heerlijk wandelweer. Ik dacht, ik doe een rustige wandeling. Maar ze zijn vlies aan het verhakselen. Een ongelofelijke stofwolken daar. Nou ja, daarna wordt het rustig. Zo te zien komen ze helaas langs ons. Dus kan ik die kleine niet meer loslaten. Wat een herrie zeg. Daar gaat onze rustige wandeling in die. Jongen, jongen, jongen. Nee. Hier ligt nog aardig wat sneeuw. Hakselaar. Het geeft een hoop herrie. Maar ik weet zeker dat ze niet deze kant op komen. Kijk maar. Geen sporen. En er ligt ook nog een vette boom. Dus dit is voor ons een goede route.
Nou, over de heuvel heen zal het geluid minder zijn. Het is wel jammer. Er liggen een paar bomen. Het wordt klimmen. Wat wil je hier doen? Kom op met die rust. Ah, er wordt daar een aardig stukje kaal gemaakt, helaas. Ah, ja. Mensen leven ervan, dus. Het kan ook niet anders. Maar ze moeten terugplanten, dat zijn ze verplicht. Ongelooflijk veel sporen hier in de sneeuw. Er komen geen mensen, behalve ik. Rare geluiden in het bos. Gelijk met Indy staan hier behoorlijk grote klauwafdrukken. Ik heb ook elandenafdrukken gezien, hert. En ander spul. Oh, nog een keer klimmen. Dit moet minstens wild zwijn zijn. Dat is maar goed. Dan zou je zeggen dat het beer is, maar het is vegetarisch. Dus ik hoop wild zwijn. Als je nou in het halfduister rondloopt en je hebt net een spookverhaal gehoord, dan denk je dat dit een trol is die rondwandelt daar. Maar ze snuffert een beetje naar de grond zo. Ja, vandaar die trollenverhalen allemaal hier. Ik weet precies wat ze bedoelen.
zo. Was dat nodig? Met je nagels in mijn kuiten? Wat is er? Ach jee. Je hebt net een anderhalf uur gelopen, geloof ik. Hoor je die dan? Jongens, zo goeiemorgen. Met twee poten in mijn buik. Zit niet in mijn kuiten bijten. Hij zit in mijn kuiten bijten. Kom je dan. Levensgevaarlijk om je rug er naartoe te draaien. Zeker als je zo is, ja. Ja. Lullo. Zo. Je gaat hard. Het is wel koud. Ik krijg koude vingers. Ja, ik maak deze ding nog even vast. Belangrijk. Die maak ik nog even vast. Zoals ik deze ook vastgemaakt heb. Mm-hmm. En dan vind ik het beest. Ja, het eten is klaar. Dus dan is het ook wel weer genoeg geweest. Lullo. Net als die aan het dirigeren is, maar hij staat te denken hoor. Hij is aan het rekenen. Hoeveel heb ik er nog nodig? Omdat we het doen met oud materiaal, is het altijd een beetje heen en weer schuiven van spullen. Dat gaat allemaal lukken. Dat gaat allemaal lukken. Hopelijk schijnt de zon morgen wat meer. Oude vloertjes die hij heeft gemaakt voor de houtopslag gebruikt hij nu als vloer voor de kippen. Vloer voor het kip ook. Het wordt een veel zonniger plek voor die beestjes in ieder geval. Het wordt veel zonniger voor ze hier. Moet ik wat vasthouden of zo? Moet ik iets vasthouden voor je? Nee. En lelijk. Je ligt in de molshopen, in de blubber. Lekker, hè? Geertje is toch wel hard aan de slag weer. Kijk, kijk. Daar komt de basis. De basis. Oh, je hebt het allemaal... Heb je het los? Het zit nog los. Oké. Okay. We hebben een deuba schuur gekocht als kippenhok. Twee stuks eigenlijk, want er komt er ook eentje daar op de plek van de kippenhokken. De oude. Het rare is dat je zou verwachten dat er een gebruiksaanwijzing bij zit. Maar die hebben we nog niet gevonden. De papiertjes die daar liggen hebben we van internet gehaald en uitgedraaid. Je kunt daar niet van uitgaan, vind ik, als fabrikant dat iedereen die mogelijkheid heeft.
Maar goed, het bestaat uit meerdere pakken, dus je zou zeggen dat, dat die gebruikswijze niet ergens in ligt. Niet in de basis in ieder geval. Nou, een mooi zakje. Ja, kardebrukje. Nou, Geertje heeft in ieder geval de materiaallijst bekeken. Alles zit erin. Je ziet hier dat alles een soort plastic coating heeft. Ik ga geen instructievideo maken of zo van hoe zet ik dat ding in elkaar. Die zijn er. We hebben er een paar op internet gevonden. Eentje in het Engels en eentje in het Duits. Dus mocht je dezelfde schuur willen hebben, kijk op YouTube. Er wordt heel duidelijk uitgelegd hoe je hem in elkaar moet zetten. Kijk, een gaatje tekort. Waar zijn die ringetjes nou voor dan? Niet hier voor je man. Nee. Ik denk voor het dak. Oké. Okay. Dat mag natuurlijk niet lekker. Nee. Dat zijn hard plastic ringetjes. Zo, dit is hem. G heeft de plank nog niet vastgemaakt, omdat hij eerst wil weten hoe groot het oppervlakte is. Nou, dat is dus dit. Dan kan ik nog schuiven. Tekeningen waren wel voor het volgende op. Weken misschien wel. Nou. Ziek mannetje. Dat is de deur, de drempel. Die kun je schuiven. Maar ja, dan moet je eerst de diagonale van even meten, denk ik. Aardige schuur. Als ik er zo in ga staan, dan hebben de kippen aardig wat ruimte zo. 10 kippies. Worden er wel meer natuurlijk. Nou, beter. Specht. Nee. Zit je in een gaatje dan of moet je tappen? Nee, ik heb 2 gaatjes. Okay. Het zijn schuifdeuren die erin gaan. Of tenminste 1 schuifdeur. Bij het begrepen van de mensen die de schuur in elkaar hadden gezet, is dat alles wel heel erg netjes is en goed past en dergelijke. Maar dat je even goed moet opletten hoe je het doet. Er is een roofvogel aan het klimmen daar. Ja, hij is niet goed te zien. Maar... Afzuilen. Gaat op de thermiek. Het is zo te zien een wauw of zo. Die punt, die gevorkte staart. Wauw. Ik weet niet of ik hem oppik, want hij is... Hij is wauw. Ik zie hem, zonder bril zie ik hem niet in mijn scherm. Dat is mooi. We zijn lekker eventjes in het zonnetje aan het zitten. We hebben even pauze. Dat moet ook. Lekker even pauze nemen, hè, schat? Hoe vind je die zon? Bevalt die? Zo, zitten. Zo vervelend. Ja, zo goed. Nou, ik weet niet of deze video vol is, maar ik zeg alvast tot de volgende. Doei. Doei.